Nou, ik sta hier in het Oosterbeemdgebied, van oudsher een moerassig gebied. En daar wil de politiek en de gemeente een natuurspeeltuin gaan realiseren. Gertie Zevertand, waarom duurt het hier allemaal zo lang voordat de natuurspeeltuin gerealiseerd is? Nou, waarom duurt het zo lang? Ik denk dat u dat ten eerste aan de verantwoordelijke wethouder moet vragen. Het CDA heeft zich van begin af aan opgesteld, positief opgesteld met de nodige vragen. Ten eerste, waarom duurt het hier zo lang? Ik denk dat dat ook te maken heeft met het weer wat niet meewerkt, maar zeker ook de ligging. Want ik denk dat het bij iedereen bekend is, zeker hier in de buurt, dat dit gewoon van oudsher een drassig, moerassig gebied is. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het al een farce om het hier neer te leggen. Dus het is geen goede locatie wat u betreft? Nee, wat mij betreft zeker niet. Nee, beslis niet. Nou ja, het mag duidelijk zijn door de extreme weersomstandigheden van de laatste maanden. Heel uitzonderlijk overigens. Kunnen er geen zware machines op dit moment ingezet worden. Dus het zal iets langer duren. Maar is het dan ook wel een geschikte locatie in zo'n beemde gebied? Nou, ik zie dat anders. Ik denk dat het een hele goede locatie is. En waarom? Als je om zich heen kijkt, Oosterbeemd, geweldig. Hier kunnen rolstoelers in de zomers langskomen. Het is goed voor de integratie, jong en oud, dus het is een super locatie. En het is inderdaad waar dat het een iets vochtigere locatie kan zijn, zeker in het voorjaar en najaar. Maar in de zomer is het een perfecte locatie. En de grond blijft toch een beetje zacht, ook fijn voor spelende kinderen. Dus ik denk dat het echt een hele, hele mooie locatie is. Wat gaat u nog aan het terrein doen? Ik bedoel, we staan nu op het voetpad, het is behoorlijk nat. Nou, we zullen even wachten tot het allemaal een beetje droger is. En dan gaan we het terrein natuurlijk inrichten, nog meer als een natuurspeeltuin. Het voetpad gaan we misschien wat kuilen opvangen, tot het wat geëgaliseerd wordt. En op die manier wordt het van de zomer een superplek. Voor het zaakje te realiseren is er €30.000 uitgetrokken. Zal dat voldoende zijn? Wij eisen gewoon dat daarna sowieso bij de evaluatie een afrekening komt. Ik kan dat eigenlijk niet beoordelen. Kijk, toen wij dat voorstel kregen, was het onderbouwd met foto's van allerlei speeltuigen die erop kwamen. En de brug die nu ook daar ligt en dergelijke. Want ik vraag me af wat het tot nu toe al gekost heeft. Ik denk gewoon erg veel geld. Ja. Dus voor mij de vraag van, gaat dat lukken voor die 30.000? Nee, ik denk dat het een hele goede investering is. We weten allemaal dat jeugd meer moet gaan bewegen. En ik denk dat dit bewegen, we hebben het gezien met de Caveman Run, dit is super bewegen. Lekker in de natuur, lekker in de buitenlucht. En ik vond het ook een geweldig burgerinitiatief van die jonge man van de Plankerschool. En we zijn ook blij dat we het kunnen realiseren. En ook de gehele gemeenteraad is er trots op en staat er volledig achter. Had ik eigenlijk ook niet anders verwacht van onze raad. Wanneer is het helemaal klaar? Wanneer kunnen de kinderen in de speeltuin spelen? Nou, ik ga ervan uit dat in juli zal het zeker klaar zijn. Dat is uw grootste opmerking, probleem? Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, als er vragen komen van kinderen voor een natuurspeeltuin en er is genoeg draagvlak, zeg ik prima. Maar waar ik mijn zorgen over heb, is over het beheer en over het onderhoud. En wat wij ook belangrijk vinden, is er contact opgenomen met bijvoorbeeld de ouders van de kinderen, met de bewoners hier uit de buurt. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als die mee gingen helpen aan het onderhouden. En zeker ook het toezicht op de kinderen die hier spelen. En dat is eigenlijk nog onze allergrootste zorg, ja. Dus dat is nog niet geregeld? Dat wil ik hem eigenlijk wel vragen. Dat is ook wat ik vorige week twee weken geleden in het interview van Falco Radio gezegd heb. Hoe zit het met die afspraken toen? Kijk, er zou ook over verzekering, als hier wat gebeurt, verzekeringstechnisch, is dit geregeld? Wie is dan verantwoordelijk? Dat zijn toch allemaal vragen. En inderdaad, is er contact geweest? We hebben eigenlijk nooit een terugkoppeling gehad. En nou heeft het gewoon veel te lang geduurd voordat wij weten waar we aan toe zijn. Vandaar eigenlijk onze vraag van het CDA. Ja.